De tweede toewijzing van retentiedollars heeft vandaag plaatsgevonden. Deze retentiedollars zijn bestemd voor de invoer van medicijnen, basisgoederen en brandstof. Importeurs die retentiedollars willen aanvragen, moeten de regels van de Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse Bankiersvereniging opvolgen. De retentieregeling houdt in dat exporteurs verplicht zijn 100% van hun exportopbrengsten terug te laten vloeien naar Suriname. Hiervan moet 30% worden verkocht aan de Centrale Bank tegen een koers van 16,30 SAD voor 1 US dollar. De dollars worden slechts beschikbaar gesteld voor noodzakelijke importen. De goudsector levert de grootste bijdrage aan deze afdrachtplicht. De tweede toewijzing van de retentiedollars behelst een bedrag van ruim 10 miljoen US dollars, waarvan 2,1 miljoen gaat naar de internationale reserve van de Centrale Bank.